Het glazen huis van radiozender 3FM komt in december naar Nijmegen. Vanochtend werd de locatie voor dit jaar bekendgemaakt. Oh my god! Ja! Godverdorie! Het glazen huis, editie 2023, het diep op Pernet. En wat is het gelijk gezellig, staat in Nijmegen! En verder in het nieuws vandaag, garagebox Malvert werd waarschijnlijk gebruikt voor plofkraken. En radio-dj Fernando loopt de Vierdaagse voor het goede doel. De Grote Markt in Nijmegen zal in de laatste week voor kerstmis het toneel zijn voor radioactie Serious Request van zender 3FM. In die week zullen enkele dj's van Radio 3 zich laten opsluiten in het bekende glazen huis om zo geld op te halen voor het goede doel. Woensdagochtend werd de locatie voor dit glazen huis bekendgemaakt door radio-dj Barend en de Nijmeegse burgemeester. In 3, in 2 en 1, de af met dat doek jongens, kom maar door. Ja, godverdorie, het glazen huis, editie 2023, het diep op Pernet. En wat is het gelijk gezellig, staat in Nijmegen! Ja, ik vind het heel bijzonder. Ik weet nog, in 2004 was het de eerste keer dat het gebeurde. En daarna is dat een ontzettend ding geworden. Hè? Heel erg bekend. Er werd om gestreden. Dus het is hartstikke mooi dat we zo mooi en eigenlijk ook heel snel zaken hebben kunnen doen met 3FM. Toen zij aangaven dat ze naar Nijmegen wilden komen. Wij hebben gezegd, ja, dat zou fantastisch zijn. En zeker hier midden in de stad, hè, hartje stad. Dus dat wordt een hele mooie tijd. Waarom is onze stad gekozen? Ja, waarom voor onze stad of waarom voor jullie stad is gekozen? Ik zeg al gelijk onze stad. Dat denk ik dat het wel duidelijk is. Kijk, het bruist, het leeft. Nijmegen is een mooie historische stad met een rijk studentenverleden. Ik denk dat er een hoop gebeurt. En het is ook een stad waar we nog nooit zijn geweest. En dat is natuurlijk ook leuk natuurlijk, hè, om ergens te komen waar je nog nooit het glazen huis hebt laten staan. En ik denk dat dit een hele mooie locatie is. Dus ja, redenen genoeg denk ik. Ja, kijk, als je afgaat de ervaring in andere steden, andere plaatsen geweest, zullen er zeker veel mensen op afkomen. En ik denk ook in de stad als Nijmegen, maar natuurlijk ook heel veel jongeren die ook naar 3FM luisteren, die er ook iets mee hebben. De combinatie van een goed doel, muziek en alles wat daar omheen gebeurt. Ik denk dat heel veel mensen op af zullen komen. Laten we hopen, we gaan niet het weer krijgen wat we nu krijgen natuurlijk. Dat moet ook niet. Maar als het een beetje droog weer is, wordt het heel erg druk en super succes. Het glazen huis is onderdeel van de jaarlijkse actie Serious Request van de radiostation 3FM. En in de week voor kerst worden enkele dj's opgesloten in het huis en draaien ze verzoeknummers. De luisteraars kunnen deze verzoeken indienen door een donatie te doen en zo halen ze geld op voor een goed doel. Dat goede doel is dit jaar Stichting ALS. ALS is een dodelijke spierziekte waarbij je spieren één voor één uitvallen. Ja, patiënten overlijden doorgaans 3 tot 5 jaar na diagnose. En ieder jaar zijn dat zo'n 500 mensen. Nou, de actieweek rondom het Glazen Huis zal dit jaar in de week van 18 december in Nijmegen plaatsvinden. En heeft u dan ook al nagedacht over het nummer dat u gaat indienen, wat u als verzoek heeft? Nee, daar heb ik niet over nagedacht, maar u kunt erop vertrouwen dat ik meestal een overdaden nummers heb dat ze het verzoeken. Ik heb wel vaker al een verzoek en zo, maar wie weet wordt het toch weer Oasis of toch Frank, boeien. Wij dachten aan een Elvis. Ja, zeker, maar ik ga ook wel een beetje mee met mijn tijd. Okay. De politie vermoedt dat de garagebox, waar in de nacht van zondag op maandag een zwarte golf uitreed, een uitvalbasis is voor plofkraken. Dat is dinsdag verteld in het programma Opsporing Verzocht. In die garagebox zijn explosieve materialen gevonden, waardoor een aantal omwonenden tijdelijk het huis moesten verlaten omdat de EOD er onderzoek moest doen. De politie is op zoek naar mensen die weten wie de garagebox gebruikte. Hier in de wijk Malvert liggen tientallen garageboxen onder de appartementen. Veel van die boxen worden verhuurd. Hoe kom je erachter of degene die bij jou een box huurt de goede trouw is? Bijna onmogelijk. Je kunt allerlei gegevens opvragen. Het enige wat je kunt doen is die mensen een paspoort laten overleggen. En daarmee naar de politie gaan en vragen of die bekend is bij de politie. Bij de garage waaruit zondagnacht de vluchtauto wegscheurde lagen er volgens de politie explosieven voor plofkraken. Levensgevaarlijk, zo vertelt een explosieve expert. Omdat een klein vonkje van bijvoorbeeld een TL-buis de boel al kon laten ontploffen. De materialen die ze nu gebruiken, dat is hoofdzakelijk uit die cobra's, dat flitskruid. Met het minste of geringste gaat dat af.
De garagebox die door de politie is onderzocht staat op naam van een 24-jarige man uit Tiel. Ik heb gisteren gesproken met de ouders van de eigenaar van deze garagebox. En zij vonden het al vreemd dat iemand uit Amsterdam hier in Nijmegen een garagebox wilde huren. Omdat hij naar eigen zeggen wel eens transportwerk deed en dan in Nijmegen een uitvalsbasis wilde hebben. De wetenschap dat er criminelen gebruik maken van hun garageboxen geeft onrust onder de flatbewoners. En nu? Heeft u nou niet de neiging om elke garagedeur eens even open te doen om te kijken wat erachter zit? Ja, eigenlijk best wel. Want dan moeten we kijken of die mogelijkheid überhaupt bestaat. Het warmtenetproject in de Nijmeegse wijk Hengsdal zal voorlopig niet doorgaan. Dat laat woningcoöperatie Woonmaats weten. Het buurtenergiesysteem zou de Bomenbuurt aardgas vrijmaken met warmtepompen en leidingnetwerken. Om de plannen door te laten gaan, moest minstens 70% van de huurders voor 8 juli hun goedkeuring geven. Het aantal tegenstanders nam de afgelopen weken toe en het is duidelijk dat de benodigde percentage om het door te laten gaan niet meer wordt behaald. De draagvlakmeting is stopgezet, dus inwoners hoeven ook niet meer te wachten op uitslag. De provincie Gelderland heeft mensen die zwemmen in de recreatieplas bij Slijk-Ewijk gewaarschuwd voor de kans op zwemmersjeuk. Dit nadat er een aantal klachten en meldingen hierover zijn ingediend. Zwemmersjeuk is een huiduitslag die kan optreden na het zwemmen in bijvoorbeeld zo'n recreatieplas. Het wordt veroorzaakt door een allergische reactie op bepaalde parasieten die in het water leven. Deze parasieten komen via uitwerpselen van vogels in het water terecht. De ontwikkeling van het nieuwe gezondheidscentrum in Winsen gaat snel. In september wordt waarschijnlijk al begonnen met de bouw van het gezondheidscentrum aan de Jan Libertéstraat. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt door wethouder Simon Versluis in de gemeenteraad van Beuningen. Een jaar later, in september 2024, zal het centrum waarschijnlijk zijn deuren openen. Fernando Halman gaat dit jaar de Vierdaagse lopen, maar dat doet hij niet voor zichzelf. Hij loopt voor Stichting Fonkel. De radio-dj van FunX gaat proberen een zo mooi mogelijk bedrag in te zamelen voor de stichting. We spraken hem op zijn werkplek in het Holland Casino. Ik loop de Nijmeegse Vierdaagse voor Stichting Fonkel. Dus Stichting Fonkel zet zich in voor de kids die gewoon één dag gewoon kids kunnen zijn. Vaak heb je gezinnen waarin bijvoorbeeld kids met een handicap hebben of een beperking. En die komen uit een gezin en er zitten ook andere kinderen bij natuurlijk in het gezin. En vaak gaat de focus op dat ene kind. Logisch, in huis. Maar dan hebben de familie en de ouders niet echt de mogelijkheid om een dag zeg maar, gewoon leuk met elkaar leuke dingen te doen. En nu kun je zeg maar, in het Fonkelhuis lekker met andere kids lekker leuke dingen doen, andere familieleden. Andere mensen die je dan leert kennen en die dieren eten geven. Gewoon prachtig. Elk kind heeft natuurlijk het recht om een kind te zijn. Fernando is uitgedaagd door Jan. Iemand die hij wel eens treft in het casino in Amsterdam. Jan zegt, 30 kilometer, dit moet lukken. Ik dacht, nou 30 kilometer, wandelen moet lukken. Vierdaagse. Ik dacht, 30 gedeeld door 4. Ah, dat kan ik wel. Toen leerde ik dat ik vervolgens dus 50 kilometer per dag moest lopen. Maar ik ben een man van mijn woord, dus als ik heb gezegd dat ik mee ga doen... Nou, dan ga ik me dan inzetten. Ik heb best wel mijn benen al in beweging gegooid. Ik had op een gegeven moment een kleine setback. Ik had onlangs dat ik griep, dus ik was even 2,5 weken even in een andere wereld. Ik zat op een gegeven moment, naar fix te kijken in mijn hoofd. Maar ik heb wel op een gegeven moment wel gelopen tot ongeveer 30 kilometer. Dus ik ga nu mijn training weer oppakken en gewoon proberen 2-3 dagen, dat is me verteld door geroutineerde lopers, van probeer wel 1 à 2 dagen, 3 dagen achter elkaar een bepaalde aantal kilometers te lopen. Lastig is niet, kijk, we vinden heel veel lastig in de wereld en heel veel is moeilijk, maar ik zie altijd de mogelijkheid in het onmogelijke. Want alle mooie dingen die je bereikt in het leven is allemaal, je creëert het door het onmogelijke mogelijk te maken. Je moet gewoon geloven in je droom. En ik geloof heel erg in het waarmaken van iets. Stel dat het niet lukt, dan zou het toch veel beter zijn dat ik heb geprobeerd dat het niet lukt en dat ik zei, het lukt sowieso op voorhand niet en ik doe niks. Ik geloof, je mag pas zeggen dat het niet lukt als je het hebt geprobeerd. Hij heeft ook al een keer de Dam tot Damloop gelopen voor het goede doel. Daarmee haalde hij toen 100.000 euro op. Voor de Vierdaagse heeft hij een iets lager doel, zodat iedereen een beetje helpt. Luister, het is niet voor mij, maar het is voor andere mensen, kinderen die daarmee kunnen helpen. Klein beetje helpen, dus hebben we dus afgesproken om 10.000 euro op te halen. Dus alle mensen die maar 5 euro of 10 euro kunnen missen, doneer gewoon aan Stichting Fonkel. En het komt allemaal goed, het is allemaal voor de kids.
De buien van gisteravond zijn voor het grootste deel langs onze regio opgetrokken en het is dan ook maar weinig afgekoeld. Vandaag werd het opnieuw zo'n 26 graden en was het vooral erg drukkend weer met veel vocht in de lucht. Na een warme nacht krijgen we morgen in de loop van de ochtend weer met een regengebied te maken. Die regen zal voor het grootste deel van de dag aanhouden en het wordt zo'n 24 à 25 graden. Tijdens de regen ligt die temperatuur iets lager. De dagen erna lijken we de meeste regen wel gehad te hebben en krijgen we alleen nog een mix van zon en wolken. Ook de temperatuur krabbelt weer wat op. Vrijdag wordt het weer zomers warm met 26 graden, zaterdag 27 en zondag zelfs 30 graden. Tot zover het RN7 regio nieuws van vandaag. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl en al onze uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. Heb je zelf nu een tip voor onze nieuwsredactie? Stuur dan een mail naar redactie@rn7.nl. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen.